Ja, het is weer in zover. Het is weer tijd voor de UEFA Nations League. Vandaag de dag is de wedstrijd tussen Denemarken en België. Ik hoop natuurlijk dat België gaat winnen. Maar nu gaan we even op FIFA zien wie er gaat winnen. Mijn pronostiek voor de echte wedstrijd is 1-2 voor België. Maar je weet natuurlijk nooit. Denemarken is een ploeg die je niet moet onderschatten. Het is ook nog in Denemarken in Kopenhagen dat de wedstrijd zich gaat afspelen. Oké, tijd voor de Parvason. We spoelen gewoon direct door naar het begin van de wedstrijd. Denemarken mag beginnen. België nu aan de bal voor het eerst. Mertens met de aanval. Hij kan de bal voorzetten. Hij gaat het ook doen. Oké, Lukaku naar Hazard. Ah, de paas komt niet aan. Lukaku heeft hem weer. En schieten. Ah, geen goal. Jammer. België veroveren weer de bal. Oké, De Bruyne weer in aanval. Snel pasen. Mertens. Hij kan scoren. Ah, die had hij wel moeten afmaken. We krijgen hier wel een hoekschop door. Ja, ik hoop natuurlijk dat België deze wedstrijd wint. Want ik ben zelf een Belg. De Bruyne gaat de hoekschop nemen. Ah, hij is snel onderschept. Het is wel België die de meeste kansen creëert en Hazard kan scoren. Oh, dat doet hij niet. Dolberg in aanval. Nu wil Denemarken één keer een kans op doel. Misschien kunnen de Belgen nog scoren net voor de rust. Nu moet het wel nu gebeuren. En wegkans. Dus we gaan rusten met 0-0 stand. De Belgen hebben net iets meer balbezit. Maar ze moeten wel nu eens een keer gaan scoren. Oeh, een tackle. Vrij trap van een toch wel verre positie. En die was niet zo goed genomen. De eerste wissel. Chatley komt erop. Oh jee, Denemarken komt weer in de buurt van het doel. Maar hij is goed verdedigd. Nu is een wissel voor Denemarken en weer ook een wissel voor België. Menuet gaat eraf. Nog een wissel voor België. De Donker komt erop. Hoekschop voor Denemarken. Een wijf opeens van Denemarken. Alweer een hoekschop voor Denemarken. Dolberg gaat eraf. Oh nee, goal voor Denemarken. Ze hebben natuurlijk een thuisvoordeel. En is denk ik de speler die net is opgekomen die gescoord heeft, maar ik weet niet zeker. Ja, ik hoop dat dit nu in de echte wedstrijd gaat gebeuren. De Belgen hebben nog maar een paar minuten om gelijk te maken. 4 minuten extra. Dus dat is nog doenbaar. Oh jee. Nog een laatste aanval. Alles buitenspel. Zo eindigen we mijn overwinning voor Denemarken. En helaas verlies voor de Belgen. Ja, de tweede helft hebben ze niet goed gespeeld, vind ik. Maar dit was dan een video. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Laat het dan even weten in de reacties. En dan zie ik u weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.